Ik ga de ding even uitdoen, dus heet. Op 98-jarige leeftijd heeft hij zijn rijbewijs nog. Meneer Grotegoed voelt zich thuis in de auto. Je kan het zo zeggen, het is net of ik in de huiskamer zit. Ik zit net zo rustig hier als daarboven. 73 jaar geleden behaalde hij het roze papiertje. Een ervarener automobilist vind je niet. Je zal ze met één hand rijden. De auto is heel belangrijk voor meneer Grotegoed. Gaan we hier naar het molen rond van mijn kleinschool. Dagelijks zit hij nog achter het stuur. Dat is mijn rechterhand, dat is het allerbelangrijkste. Een van de belangrijkste dingen voor mij om te vervoeren. Dat 65-plussers veel brokken maken, kan deze hoogbejaarde automobilist niet plaatsen. Ik maak het ongelukken niet. Ik zou zeggen, dat maakt de anderen. Maar ja, misschien heeft niet elke oudere chauffeur het rijtalent van meneer Grotegoed. Ik zie wel ook wel oudere mensen rijden en die gaan inparkeren. Denk je, jezus jongen, wat ben jij doen? Maar, och, bemoei je ermee, is hun zaak. Meneer Grotegoed heeft in elk geval al 30 jaar geen aanrijding gehad. Kijk, ik mag vooraan. Hij rijdt dan ook vrolijk door. Ik ben nu 98 en 10 maanden. Over 2 maanden word ik 99. En dan mag ik nog maar een jaar mee. Want als hij 100 wordt, moet hij weer een test doen om zijn rijbewijs te houden. Zo, zo, zo. Wat ons betreft is hij nu in elk geval met vlag en wimpel geslaagd. En hij